Een van de dingen waar het in Nederland betrekkelijk slecht mee gesteld is, dat is fatsoenlijke muziek op de radio. Er is een paar jaar geleden een handtekeningenactie geweest onder leiding van Rudy Kousbroek en Theo Olof en daaruit is Hilversum 4 ontstaan. Een station bedoeld voor het uitzenden van fatsoenlijke muziek. Andere landen hebben dat ook. Iedere grote Amerikaanse stad heeft dat. In Europa heb je BRT3, WDR-draai, NDR-draai, je hebt Frans muziek, je hebt het derde programma van de BBC. Waarom zouden we ook niet zoiets mogen hebben? Er is in Nederland een apart station voor stampmuziek, Hilversum 3. En de andere twee zenders zenden ook veel stampmuziek en arbeidsvitamine uit. Waarom niet ook een zender met echte muziek? Het is natuurlijk slechts een elite die naar die echte muziek, Bach en Beethoven en zo, luistert. Een elite van maar enkele honderdduizenden. Maar zo'n elite is toch wel belangrijk. Gewone luisteraars naar stampmuziek en discjockeys zijn er genoeg. Die zullen nooit uitsterven. Ze worden ieder jaar bij miljoenen geboren. Maar mensen die echt iets kunnen horen, die kunnen denken, lezen en schrijven. daar moet men eigenlijk een beetje zuinig op zijn. Goed, er kwam dus een Hilversum 4, bedoeld voor goede muziek. Eerst mocht die zender na vijf uur smiddags niet uitzenden. Men was kennelijk bang dat het Nederlandse volk, thuisgekomen van het werk, per ongeluk Hilversum 4 zou aanzetten. en dan de volgende dag geen zin meer in arbeidsvitamine zou hebben. Maar die tegenstand werd overwonnen en tegenwoordig zendt Hilversum 4 ook 's avonds uit. Maar nu komt de ellende. De andere drie Hilversums vreesden dat een vierde zender gewijd aan fatsoenlijke muziek hen zou overvleugelen. Men probeerde dus door officiële voorschriften dat Hilversum 4 zo ver mogelijk te doen lijken op de andere drie Hilversummen. En dat bereikte men door dominees. Als je in Nederland de radio aanzet, is de kans heel groot dat je of stampmuziek hoort of een dominee. Die dominees hebben we in alle soorten. Protestant, katholiek, humanistisch. We hebben zelfs een Joodse dominee genaamd Soetendorp. Ik vermoed trouwens dat we ook Spaanse, Turkse en Surinaamse dominees hebben. Wel nu, de regering schreef voor dat Hilversum 4 behalve muziek ook gekletst moest uitzenden, net als die andere zenders. Ellende dus. Om ons uit deze Hilversum 4-ellende te verlossen, is de kabel uitgevonden. Als je in Amsterdam een abonnement op de kabel neemt, krijg je twee kabels: een televisiekabel en een radiokabel. En die radiokabel geeft je behalve de talloze stations met stampmuziek ook BRT3. WDR Draai, NDR Draai, Frans Muziek... en ik geloof ook het derde programma van de BBC. Zo komt er, dacht ik, een eind aan het leed. De hele dag door kan ik, als ik thuis zit te werken... goede muziek beluisteren. Zit er op Hilversum vier muziek die ik niet mooi vind... zoals Bela Bartok of Tchaikovsky... of is daar een hoogtezondominee of een welzijnswerker aan het woord... dan heb ik drie, vier stations om naar uit te wijken. Maar nee. Want nu komen de piraten... Wat de televisie betreft wachten die piraten tot het gewone programma afgelopen is, zodat ze eigenlijk niemand hinderen. Maar bij de radiopiraten is het anders. De gewone stampmuziek en arbeidsvitamine uitzenden de stations laten ze ongemoeid. Maar de meer beschaafde elitaire zenders drukken ze weg en vervangen ze door stampmuziek. De kabel doet daar niets tegen. Als je bij die kabelorganisatie protesteert, wordt er gezegd dat ze machteloos zijn om iets tegen die piraten te ondernemen. Dat kan waar zijn. Ik heb een keer een paar van die piraten op de televisie gehoord en gezien. Het zijn inderdaad lugubere types met wie je ruzie het liefst zou vermijden. Maar ik betaal een tientje in de maand om zonder storing fatsoenlijke radiostations te kunnen beluisteren. Als de kabelradio mij dat niet kan leveren, dan moeten ze me dat geld teruggeven. Maar dat willen ze niet. Daarom heeft een club waar ik lid van ben, de Nederlandse Consumentenbond, nu een proces aangespannen tegen de Amsterdamse kabeltelevisie. Als er nog recht is in dit land, dan winnen wij dat proces.